Breda Nu. Je weet het meteen. 5 eindejaarsstudenten van NATV Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit worden uitgenodigd om in maart naar Calgary af te reizen. Hun winnende projecten die daar gerealiseerd gaan worden, zullen ertoe bijdragen dat de verkeersproblematiek in deze Canadese stad beter beheersbaar wordt gemaakt. Ze kunnen in Canada heel goed leren hoe wij bepaalde problemen oplossen, hoe we wijken herinrichten, hoe we grond beter gebruiken, hoe we beter transport regelen, fietsinfrastructuur aanleggen, hoe we mensen verleiden om ook eens een stukje te lopen en niet altijd meteen in de auto te stappen. En dat kunnen wij in Nederland relatief heel goed. Wij zijn voorbeeldig op dat punt en ze willen graag in Canada van ons leren hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. Als schoolvoorbeeld om een stad een meer leefbare functie te geven door verkeerstechnische ingrepen, kun je denken aan het Verkootplein hier in Breda. Daar werd naar het instellen van eenrichting verkeer de leefbaarheid en ook de horecafunctie aanzienlijk verbeterd. Dit soort innovatieve ingrepen worden in Calgary omarmd. Well, I would say 3 things have changed in Calgary as a result of the students' plans. One is we've started to change the way that engineers and designers think about how we do mobility and land use together. The second thing is we have actually at the community level, people in the city are starting to understand their city in a different way as well. And then in some specific examples, we have had things including a transit-oriented development plan. Was very strongly influenced by work the students did in the first year. And then last year we had several changes of roads were actually being implemented and made permanent based on some changes we experimented with last year in the program. And even some very big adventures like building a green bridge over top of one of the main city's arteries is being contemplated right now only because this program put that idea on the table. And how much money is available to realize these plans from the students? There's actually a special fund set aside for infrastructure development in Bridgeland, which runs actually into the many millions of dollars. So there is a possibility that that can be accessed to do some of this work. I always say there's always lots of money available, it's just where they decide to spend it. So in theory, there's lots of money to pay for what we're talking about here. En de winnende studenten popelen om hun ideeën in Canada te gaan realiseren. Ons specifieke plan is om een hart in de wijk te creëren en mensen aan het fietsen te krijgen. Dit doen we door 4 projecten om samen ruimte te creëren en die focussen op groen, op educatie en op business. En de infrastructuur die zetten we op toerisme in en op fietsen. Ja, en ons plan is dus een plan waarmee mensen echt zelf in de wijk aan het fietsen willen krijgen. Dat mensen zelf ook daarvoor gaan ontwerpen, over gaan meedenken. En, maar daarnaast ook is dit in ons geval een pilot voor deze wijk. Dus voor wat we nu als opdracht hadden meegekregen. Die daarna ook kan worden geïmplementeerd in de rest van Calgary met of zonder aanpassingen.